bent bereid voor elkaar tot de bodem te gaan, dan krijg je zoiets als vandaag. Werklust en teamgeest. Hard werken. Als we met z'n allen echt voor gaan, dan vormen we ook echt een hecht team. Ik denk dat iedereen voor elkaar door het vuur is gegaan. En zo zie je maar, dan zijn we groter dan sommige clubs. I think PSV is very difficult to beat in their home ground. Ik denk dat wij altijd een wedstrijd ingaan met intentie om 3 punten te halen. Double leg fracture. Ja, het is awful. Komen we 1-0 achter? When you score 1-0 and you score the second goal, then the game has been finished. You have to be effective. And PSV was very effective. Ja, we hebben niet veel kansen gecreëerd, maar de kansen die we gecreëerd zijn we goed mee omgegaan. Denk je dat United eigenlijk controle heeft en dan maak je uit de corner 1-1. En dan zie je toch de veerkracht bij ons. Dus dat geeft toch wel een boost. Na rust gewoon toegeslagen. Ik denk een fantastische 2-1 met een mooie voorzet en een goed afgemaakt. Heerlijk gevoel, kan niet beter. Je wordt toegezongen, Joshua. Ik heb zulke dingen allemaal niet nodig. Ik krijg kritiek, dan in een week is het weer dit. Dus. Ja, ze beginnen weer. En fantastic voor PSV en de fans van PSV, but we have lost. Geweldig hoe de spelers dit ingevuld hebben. We hebben echt als kerels gespeeld. Je bent bereid voor elkaar tot de bodem te gaan, dan krijg je zoiets als vandaag. Werklust en teamgeest. Hard werken. Als we met z'n allen echt voor gaan, dan vormen we ook echt een hecht team. Ik denk dat iedereen voor elkaar door het vuur is gegaan. En zo zie je maar, dan zijn we groter dan sommige clubs. I think PSV is very difficult to beat in their home ground. Ik denk dat wij altijd een wedstrijd ingaan met intentie om 3 punten te halen. Double leg fracture. Ja, het is awful. Komen we 1-0 achter? When you score 1-0 and you score the second goal, then the game has been finished. You have to be effective. And PSV was very effective. Ja, we hebben niet veel kansen gecreëerd, maar de kansen die we gecreëerd zijn we goed mee omgegaan. Denk je dat United eigenlijk controle heeft en dan maak je uit de corner 1-1. En dan zie je toch de veerkracht bij ons. Dus dat geeft toch wel een boost. En na rust gewoon toegeslagen. Ik denk een fantastische 2-1 met een mooie voorzet en een goed afgemaakt. Heerlijk gevoel, kan niet beter. Je wordt toegezongen, Joshua. Ik heb zulke dingen allemaal niet nodig. Ik krijg kritiek, dan in een week is het weer dit. Dus. Ja, ze beginnen weer. En fantastic voor PSV en de fans van PSV, but we have lost. Geweldig hoe de spelers dit ingevuld hebben. We hebben echt als kerels gespeeld. Je bent bereid voor elkaar tot de bodem te gaan, dan krijg je zoiets als vandaag. Werklust en teamgeest. Hard werken. Als we met z'n allen echt voor gaan, dan vormen we ook echt een hecht team. Ik denk dat iedereen voor elkaar door het vuur is gegaan. En zo zie je maar, dan zijn we groter dan sommige clubs. I think PSV is very difficult to beat in their home ground. Ik denk dat wij altijd een wedstrijd ingaan met intentie om 3 punten te halen. He has
double leg fracture. Ja, het is awful. Komen we 1-0 achter? When you score 1-0 and you score the second goal, then the game is has been finished. You have to be effective. And PSV was very effective. Ja, we hebben niet veel kansen gecreëerd, maar de kansen die we gecreëerd zijn we goed mee omgegaan. Denk je dat United eindelijk controle heeft en dan maak je uit de corner 1-1. En dan zie je toch de veerkracht bij ons. Dus dat geeft toch wel een boost. En na rust gewoon toegeslagen. Ik denk een fantastische 2-1 met een mooie voorzet en een goed afgemaakt. Heerlijk gevoel, kan niet beter. Je wordt toegezongen, Joshua. Ik heb zulke dingen allemaal niet nodig. Ik krijg kritiek, daarna in een week is het weer dit. Dus... Ja, ze beginnen weer. En fantastic voor PSV en de fans van PSV, but we have lost. Geweldig hoe de spelers dit ingevuld hebben. We hebben echt als kerels gespeeld. Joshua, Joshua, Joshua.